Hallo allemaal. En een hele fijne hallo allemaal. Jullie hebben nog een winnaar van mij te goed natuurlijk. Een man, een man. Een woord, een woord. En het was echt heel erg spannend. Ik heb 3 keer mijn broek vol gescheten. Zo spannend vond ik het. Maar er is een winnaar bekend, jongens. En dat doet mij deugd. Dat doet mij deugd. En ik hoop jullie ook. Nou, heel veel van jullie niet, maar toch ook weer wel. Want we gunnen het hem of haar echt, echt wel. Vooral wel en echt. Ja, boeien. Voordat ik de winnaar tussen haakjes S bekend ga maken met jullie, wil ik jullie graag even alvorens meenemen in het proces van hoe ik de winnaar tussen haakjes S dan teniet heb uitgekozen. Want heel veel van jullie zullen dan gaan gillen van ja, ging dat dan eerlijk? En hoe heb je dat dan gedaan? En doe even normaal of zo. Dus dan ga ik jullie eerst meenemen in het proces. En daarna gaan we dan de winnaar tussen haakjes S delen met de wereld. Dus riemen vast, daar gaan we. Ik heb dus alle comments, hè, en alle tags heb ik geïnventariseerd en een screenshot van gemaakt. Per getagde persoon of weet ik veel, daar heb ik screenshots van gemaakt. En daarna heb ik al die screenshots heb ik die overgeschreven op een papiertje. Alle naam, getagde namen, die heb ik dan overgeschreven op een papiertje. Toen ik dat heb gedaan, heb ik een hoge hoed gepakt en heb ik al die papiertjes uit zitten knippen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, Vin, je had beter eerst dus alle papiertjes uit kunnen knippen en dan die hoge hoed kunnen pakken. Maar ja, weet je, aldoende leert men. Dus ik zat een beetje verdwaasd naar die hoge hoed te kijken, wat het proces niet echt bespoedigde. Maar goed, ik ben al die papiertjes uit gaan knippen en toen heb ik ze nog even gecheckt op alle screenshots, dat ook echt daadwerkelijk alle getagde mensen, namen, weet ik veel, er ook echt bij zaten. Want we willen het wel graag eerlijk doen. Dus dat heb ik toen gedaan. En dat klopte niet. Dus ik dacht, godverdomme, dan kan ik weer opnieuw beginnen. Dus toen heb ik gekeken welke ik dan niet, nagekeken welke ik dan niet had. En die heb ik toen weer opgeschreven. Of opgeschreven, want ik had hem kennelijk niet opgeschreven. Maar ja, daar kom je dan pas achter als je checkt. Als ik niet had gecheckt, was niet eerlijk geweest. Dus ik ben er best wel een aardig tijdje mee bezig. Oké, lekker belangrijk. En toen heb ik dus al die papiertjes heb ik allemaal in de hoge hoed gegooid. En toen heb ik mijn ogen dicht gedaan. Ja, mijn hand voor mijn ogen zelfs. Ja, dat mag je niet in de auto. Maar toen heb ik zo, ben ik met mijn hand zo in die hoge hoed gegaan. En toen heb ik een loodje eruit getrokken. Nou, en daarop stond toen dus de winnaar. Of tussen haakjes S, om het spannend te houden. En oh, wat is het spannend. Want ik ga dus nu, as we speak, de winnaar tussen haakjes S bekendmaken. Jongens, tromgeroffel, please. Brrr, spannend. Laagstreepje K.Ira. Van harte gefeliciteerd, laagstreepje K.Ira. Met die geweldige hoodie. En laagstreepje K.Ira. Hoe voel je je nu? Moet jij lekker weten. Laagstreepje K.Ira. Ik ga jou... Onder dit filmpje ga ik jou taggen. En dan kan iedereen jou feliciteren met die fantastische geweldig. Hè? Die mooie prijs. En dan kan jij mij weer taggen. En dan zeg ik tegen jou, weet je wat? K.Ira, stuur maar lekker een privébericht. Een DM. Stuur mij maar een DM, motherfucker. Stuur mij maar een DM, motherfucker. Een DM. Met je adres en al je andere gegevens, je ziekenhuis, poli,
nummer, weet ik veel. Wat je maar wil delen, deel het met me. En dan zien we jouw foto met de hoodie wel tegemoet, denk ik zo. Nou jongens, een hele fijne hallo allemaal. Hallo.